We zijn op zoek, althans, ik ben niet op zoek, maar een klantenservice-medewerker. Daar zijn ze naar op zoek bij Carrière Uitzendbureau. Daarvan hebben wij Racy Roof op dit moment in de uitzending. Racy, goedemiddag. 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 Een medewerker, klantenservice. Ja, mijn vrienden. Ja. Ja, als je ze nodig hebt, dan is het meestal een tijdje duurt het voordat je ze te pakken hebt. Althans, bij sommige bedrijven gaat het heel erg snel. Ja, precies. Ja. Voor wat voor bedrijf zijn ze op zoek naar zo'n medewerker? Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar een klantenservice medewerker voor Hollands Nieuwe. Oh, dat is dat zit telefonie. In, Almere. Telecom. Ja, klopt inderdaad. Ja. Telefonie en internet. En internet. Oké. Okay. Wat ga je dan doen als je daar een medewerker bent? Nou ja, je hebt een adviserende rol. Dus jij geeft eigenlijk advies aan klanten die jou bellen. En je geeft dan advies dat ze bijvoorbeeld hun abonnement mogen verlengen. Je kan advies geven over een bepaald internetbundel. Je kijkt een beetje naar het gebruik van de klant. En aan de hand daarvan bepaal je een abonnement voor de klant. En dat adviseer je dan ook naar de klant toe. Maar dan zit je niet eigenlijk alleen maar in de telefoniekant. Ja, je zit wel in de telefoniekant, maar het is ook een beetje sales. Ja, een beetje verkoop. Ja, dat zeg je goed. Het is direct sales eigenlijk. Je hoeft geen ervaring te hebben met sales. Want het wordt je allemaal geleerd. En hoe vaker je het doet, hoe beter je gaat worden. Maar je moet het wel leuk vinden inderdaad om sales te doen. Ja. Mm-hmm. Ja, want vaak, vooral in deze periode ook weer, waarin mensen oversteld worden met goed bedoelde adviezen over de energie. En dan komt er ook nog iemand van tussendoor met de telefonie. Ja, dan krijg je wel mensen aan de lijn. Zeg, joh, je bent er zoveel nou wel weer die me belt. Ook daarin krijg je training. Hè? Daarin krijg je training, denk ik. Ja, het kan natuurlijk wel vervelend overkomen. Hè? Als je 5 telefoontjes krijgt op een dag van de energieleverancier en dan weer de telefonie en et cetera. Maar de meeste mensen vinden het wel leuk om te horen dat ze hun abonnement mogen verlengen, hoor. Ja, absoluut. Dat is wel anders dan het telefoontje van de energieleverancier. Maar het komt wel eens voor, ja, dat klanten geïrriteerd zijn. Maar ook daarin leer je goed te communiceren met de klant. En je wordt daar inderdaad getraind. Je krijgt ook best wel een goed inwerktraject. Dus je kan met alle tegenwerpingen omgaan. Ja. Ja. Je zegt je hoeft geen ervaring te hebben. Wat moet je wel meenemen? De zin hebt om te werken en het leuk vinden om jezelf te ontwikkelen. Zeker als je geen ervaring hebt in de sales, moet je het leuk vinden om ergens te beginnen, om maar zo te zeggen. En verder, ja, ze vragen niet zo heel veel. Gewoon de wil om te werken en sales moet je een uitdaging vinden. Je moet het leuk vinden om in een klein hecht team te werken, want er werken niet heel veel collega's, dus je zit in een klein team. Maar dat zorgt er ook weer voor dat je elkaar alles kunt vragen en dat je met elkaar overlegt. En, dus het heeft ook een hele prettige werksfeer. Ja, het is niet een baan van 9 tot 5. Hè? Dat is het, meestal word je rond etenstijd of daarna gebeld. Ja. Ja, klopt inderdaad. Daarom vragen we ook of je beschikbaar bent van maandag tot en met donderdag. Van 9 uur 's ochtends tot 6 uur in de avond. Ze zijn wel open van 9 tot 9. Dus het kan ook nog zijn dat je in de avonduren moet werken. En daarnaast is het op vrijdag open van 9 tot 6. En op zaterdag van 10 tot 4. En nu is het wel makkelijk te combineren met als jij bijvoorbeeld aan het studeren bent om nog een paar uurtjes te willen werken. Of je bent een moeder met 3 kinderen en je wilt maar een paar uurtjes per dag werken. Voor dat soort mensen is deze baan natuurlijk wel heel erg fijn, omdat je maar een paar uurtjes werk hebt en andere tijden dan een kantoorbaan. Ja. Ja, ik zie in de arbeidsvoorwaarden ook staan dat je geen appel van de zaak krijgt, maar wel een appel. Helaas, geen appel, maar wel een appel. De werkgever zorgt wel voor lekker een fruitmandje. Ja. Dus, het is een verkoopjob, dus er zal ook wel een bonus aan vastzitten. Op het moment hoe meer je doet, hoe meer je verkoopt, hoe meer geld je krijgt. Of zit het anders in elkaar? Nee, dat zeg je eigenlijk wel redelijk goed hoor. Het startsalaris ligt bij rond de €9,70 bruto per uur. Maar dat is exclusief de bonussen. Dus het is eigenlijk zo, hoe meer jij verkoopt, hoe meer sales leads je hebt, hoe meer jij kunt verdienen. Ja. Dus vandaar ook de drive om nog meer te verkopen, want dan kan je nog meer verdienen. Dat kan wel oplopen tot €500 bonus per maand. Zo. Je zou nog kunnen kiezen of je dat in geld wil of dat je dat in cadeaus wil. Dus daar geven ze ook de mogelijkheid aan. Dus als je heel erg gedreven bent, dan kan het salaris goed oplopen. Ja, het is fijn voor de baas natuurlijk dat er een soort van gezonde competitie is op de werkvloer. Ja. Dat ook, ja. Ze zien het een beetje als een wedstrijdje inderdaad. Ja. Ja. Mocht je jezelf nog afvragen dat je denkt van ja, maar zit ik aan de telefoon. Ik heb helemaal geen goede telefoonstem. Is dat een voorwaarde? Of zeggen ze, nee hoor, ook daar kunnen we aan werken.
Nee, ook daar kunnen we aan werken, dat zeg je goed. Kijk, we kunnen werken aan je salesontwikkeling en ook aan je telefoonstem. Je hebt natuurlijk een bepaald belscript en daar mag je wel van afwijken natuurlijk. Of je geeft er een beetje je eigen draai aan. Maar over het algemeen heeft iedereen wel een goede telefoonstem. Ja. Nou, ik hoop dat ze daar een goede training in geven. Want af en toe heb je wel eens mensen aan de lijn. Die lezen dan ook zo'n telefoonscript op. Maar dan denk je van... Ja, dat kan niet. Nee. Je kan lezen of je kan ook een beetje het gedragen voorlezen. Ja. Dat je goed een beetje enthousiast leest. Ja. Ik ben nog steeds aan het leren. Ja, je moet wel een beetje overbrengen inderdaad op de klant. En wel een beetje enthousiast proberen te brengen. Ja. En ook niet eentonig praten. Maar goed, je wordt daar wel in opgeleid. Dus je hebt ook een interne... Ik zit even te denken, volgens mij een interne... Ja, interne training. Van maandag tot en met vrijdag. Dus je wordt er ook echt wel voor opgeleid. En ze gooien je niet zomaar in diepe. Goed. Nou, je hebt alles tegen elkaar afgewogen. Je bent bereid op die dagen. Je bent bereid om die tijden te werken. Je hebt een goede telefoonstem. Ja. Je kan vroeg voordragen. Je bent wel salesgericht ook. Maar dan de vraag. Wat levert het op? Ja, zoals ik al net eerder aangaf, het is een startsalaris van €9,70 bruto per uur. Maar dat is exclusief de bonus, want de bonus kan natuurlijk oplopen tot €500 per maand. Dat ligt maar net aan hoeveel sales lead je binnenhaalt. Dus als jij zeg maar 5 keer nieuwe contracten aanbiedt of binnenhaalt, dan verdien je veel meer. Mm-hmm. Daarnaast zorgt de werkgever ervoor dat er altijd een fruitmandje op de werkvloer staat, zodat je altijd gezond kunt eten. Je komt te werken in een leuk team. En de opdrachtgever heeft ook aangegeven wanneer jij goed je best doet, dat je na een jaar wel vast in dienst kunt komen. Oké, goed. Nou, mocht je meer interesse hebben gekregen, dan gaan we eventjes naar jullie website toe. En we zetten het ook bij ons natuurlijk op de website, omroepflevoland.nl. En dan even onder het blokje gemist. Daar kan je alle informatie nog eventjes vinden. En daar staat ook de directe link naar de vacature. Rees Hiro van Carrière Uitzendbureau. Dankjewel en graag tot de volgende keer.